Bent u klaar voor ingrijpende maatregelen? Ja, ik wel. Ja, laat maar komen. En wat stelt u zich daarbij voor? Nou, van mij mag de 2G-maatregel ingesteld worden. Zodat, denkt u dat voldoende is? In ieder geval beter dan waar we nu mee bezig zijn. Want wat we nu doen, dat is niet voldoende. Dat zit niks anders op, hè? Ja. Wat kunt u zich daarbij voorstellen? Dat alles weer dicht gaat. Ja, ik denk dat het nodig is. Dus ja. Of je nou klaar bent of niet, het gaat toch gebeuren. Ja, het ligt eraan tot hoeverre eigenlijk. Als komt dat echt alle sleutel, dan hoeft het van mij niet per se. En waar denkt u dan aan? Veel afstand houden van mensen. Vast spullen in huis halen voor de feestdagen. Zoals u ziet heb ik flink geshopt. Als het nodig is, ja. Kijk, niet dat ik er zelf zin in heb, begrijp me goed. Want ik wil dat liever ook niet. Maar ik ken mensen die niet geopereerd kunnen worden, omdat op het moment de ziekenhuizen te vol zijn. En ik vind dat heel zorgwekkend. Nou, klaar natuurlijk nooit. Maar het is niet anders, hè, in deze tijd. Ja, ik denk dat het gewoon allemaal wat strenger wordt. Dat de winkels eerder dicht gaan. Of meer afstand bewaren. Daarop controleren. Verwacht u nog een lockdown? Want als je ziet de problemen in de ziekenhuizen, dan denk ik dat we er wel aan toe zijn. Hoe lang mag die duren van u? Nou, een week of 2, 3. Zeker wel. Ja, is een goede vraag, hè? Ja, inderdaad. Ja, het is een goede vraag. Ja, ik ben er wel klaar mee. Ik ben er wel klaar. Ja, ik vind het wel goed. Aan welke maatregelen denkt u dan, bijvoorbeeld? Nou ja, ik denk dat de mensen veel minder bij elkaar moeten komen. Dus toch een beetje in een lockdown-achtige sfeer. Maar ik heb het liever niet, begrijp me goed. Maar als het nodig is om elkaar te helpen, is het nodig. En volgens mij gaat alles dicht behalve de supermarkten en de drogisterijen. Wat zou? Als de scholen dicht gaan, zou ik echt heel erg vinden. En de rest gaat gewoon dicht. Ik denk dat de essentiële winkels open blijven. En de niet-essentiële winkels, dat die grotendeels gesloten gaan worden. De hotels en de restaurants zullen ook al aan de beurt zijn, denk ik. Die zullen wel balen? Die zullen zeker balen. Hoe lang zou zo'n periode kunnen of moeten duren volgens u? Ja, ik denk dat ik daar niet over ga. Ik verwacht niet dat we voor januari weer open gaan. Zo, dat is een beste tijd. Ja. Ons kabinet heeft iedere keer het verlengd, dus ik verwacht dat nu ook. Wat zou u ervan vinden als scholen, cafés en restaurants dicht zouden gaan voor korte of langere tijd? Heel erg. Heel erg. Ik heb zelf een horecabedrijf, dus dat doet heel veel pijn. Ja. De regels zijn volgens u niet altijd even consequent? Nee, want corona stopt niet na 8 uur bij de horeca. En kan wel verder ook natuurlijk in theater en bioscopen. Dus er wordt nogal gediscrimineerd, om het zomaar eens te zeggen? Ja, mooie uitdrukking. Hoe lang schat u in, zouden de maatregelen duren? Ja, ik denk toch wel 14 dagen voordat we het resultaat kunnen zien. Ja. En dan is er weer een dalende lijn qua besmettingen en ziekenhuisopnames? Ja, daar heb ik geen verstand van, maar dat hoop ik natuurlijk wel. Ja, ja, dat hopen we. Bereidt u zichzelf nog ergens op voor? Nee, maar wel genieten als het kan. Nou, misschien kunnen we nog Sinterklaas vieren met de kleinkinderen. En goed. En dan de rest zien we dan wel weer. Ik bereid me altijd ergens op voor. Ja, nu op Advent en op Kerst. Maar dat kan op verschillende manieren. Dus dat hoeft niet met allemaal mensen per se. Maar dat kan ook op een wat ingetogene manier. Heeft u nog een tip of advies voor deze of gene? Blijf vooral rustig. Blijf vooral rustig. En hou je toch maar zoveel mogelijk aan de regels. Ja, blijf gezond. En gelukkig? Nou, dat degene die nog niet gevaccineerd is zich snel laat vaccineren, zodat we zo snel mogelijk van deze ellende af zijn. Ja, hou je aan de maatregelen. Dan zijn we er eerder vanaf. En dan komen we er. Ja, dat hoop ik dan toch. Op deze manier komen we er in ieder geval niet. Het is voor heel veel horecabedrijven een hele zure appel. Dat je zegt 8 uur dicht en dan stopt corona waarschijnlijk bij die deur na 8 uur. Maar dat is niet zo. Nee, zorgen dat mijn moeder gevaccineerd wordt met de boosterprik. En afstand houden.
Hou de moed erin met elkaar. Blijf vriendelijk voor elkaar. Want dat merk ik wel. Mensen worden wel prikkelbaar. Dus ik hoop dat iedereen ondanks alle zure vooruitzichten fijne feestdagen heeft. Ja. Nou ja, probeer een beetje verdraagzaam te zijn naar de anderen. Ook naar diegene die hoe dom dan ook soms in jouw beleving een afwijkende mening hebben. En meer boosteren en meer vaccineren. Uiteindelijk ons er doorheen moet slepen. Dus als u daar principieel op tegen bent, zet dat allemaal nog eens een keer op de rij. Want de gemeenschap die vraagt het blijkbaar wel van me. En het is ook voor mezelf natuurlijk niet slecht wanneer ik een betere overlevingskans heb. Nou, misschien voor alle mensen dat je eigen vrijheid belangrijk is, maar dat die nooit de vrijheid van een ander mag inperken. Dat is een mooie afsluiter.